Hallo allemaal, ik ben Lore van Damme en werk als onderzoeker bij het team Aquatisch Beheer op het INBO. Ik kijk onder andere naar de voortplanting van kwabaal, een zeldzame vissoort. Kwabaal was uitgestorven in de jaren 70 in Vlaanderen. In 2005 hebben ANB en INBO een herintroductieprogramma opgestart. Intussen weten we dat de dieren overleven en opgroeien tot paaierijpe vissen, maar we willen ook weten waar ze paaien. Dat doen we door de larven te zoeken. In de eerste weken van hun leven worden kwabaallarven aangetrokken door het licht. Dit is doorgaans tussen midden maart en begin april. Op zonnige dagen kan je ze zelfs zien met het blote oog in de bovenste waterlagen. Op minder zonnige dagen zijn lichtvallen efficiënter. De larven worden aangetrokken door het licht en zwemmen de lichtval in. Als we één of meerdere larven vinden, dan weten we dat kwabaal in de buurt gepaaid heeft en het gebied gebruikt wordt als opgroeihabitat. Die informatie helpt ons om verder de populatie te herstellen. We zijn dit jaar op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Dus heb jij tijd en zin om lichtvallen te plaatsen en te gaan bekijken tussen midden maart en begin april in het stroomgebied van de Grote Neten, ergens tussen Meerhout en Lommel? Denk aan de gebieden het Scheps, de Vennen, de Most. Schrik je er niet voor terug om met je voeten in het water te staan? En heb je goede ogen om die kleine opdondertjes te vinden? Kom dan zeker eens luisteren naar het infomoment dat we organiseren hier in Linkenweek op woensdag 6 maart. Dan vertellen we jullie meer over hoe jullie kunnen helpen en hoe de lichtvallen werken. Inschrijven kan door mij een mailtje te sturen. De gegevens vind je hier. Hopelijk tot dan!